Volgens mij herkende ik een van de mannen met een hond. Volgens mij is dat Piet Reumer, klopt dat? Dag Piet. Dat even uitlaten. Ja, is dat jouw hond? Ja, het is een Franse vlindernetkees. Voor de jacht op kolibries wordt die gebruikt. Oh, dat wist ik. Oh, jij hebt ook zo'n ding? Ja, ik heb ook zo'n ding, ja. Oh, dat is hartstikke goed. Echt de Beth Keur, hoe vind je hem? Leuk, ja, ik vind hem enig. Het moet toch zijn van een Drentse staander, maar het niet helemaal zeker. Geef hem nou maar gewoon terug aan de dame van wie die is. Niet gooien, Piet. Hier krijg ik thuis was mee. Ja, absoluut. Ja. Piet, ja. Jij hebt gespeeld in bijvoorbeeld de televisieserie Het schaap met de vijf poten. Ja. En jullie moesten natuurlijk ook heel veel liedjes zingen op muziek van Harry Bannink. Ging dat nou net als bij Farce Majeure? Nee, ging heel anders. Ik weet niet hoe het met Farce Majeure maar bij ons ging het anders. Heb je niet opgelet? Nou, jawel, nee, ik heb ook heel vaak naar Farce Majeure te kijken. Maar nee, het ging bij ons heel anders. Wij waren met z'n drieën en zij waren met z'n vieren. Dus dan moest Harry zijn tijd anders verdelen. Nee, maar ik denk dat de werkwijze van Harry niet veel zal verschillen tussen de onderlinge programma's. Harry is een echt levend, warmlevend mens. En daar heb je in eerste instantie mee te maken. Hij is zeer muzikaal. En ik denk dat hij tegen niemand anders is dan hij is gewoon zichzelf. Ja, maar met dat inzingen voor bijvoorbeeld Het schaap met de vijf poten heb ik me laten vertellen dat jullie dat wel 1000 keer gezongen hebben, maar eigenlijk maar 1 keer. Ja, het is op een band opgenomen, een plaat van gemaakt. Ja, is een leuke gouden plaat ook nog geworden. Dankjewel, Harry. Ja, ja, zijn schuld. Ja, natuurlijk. Zijn schuld. Maar ik was... Ik denk dat ik de lastigste was. Net zoals Alexander Pola, een beetje moeilijk met inzetten en zo. Maar dan stond Harry met die grote koptelefoon voor me. Net Mickey Mouse. En die stond er heel geduldig alles aan te geven, maand voor maand, En als ik dan moest zeggen... En dan, als het er misging, ja, dan deed ik het gewoon weer over. Maar ja, de plaat is heel gaaf geworden. En iedereen denkt dat ik een verschrikkelijke goede zanger ben. Maar dat is... Ja, nou, Piet, weet je wat? We doen gewoon nog 1 keer het lied. Ja, ik zit even aan je. Leuk, hè? Dat zal je kind maar wezen. Ja, dankjewel. Die gaan we namelijk zingen. Ja? Live, hè? En als Harry anders een beetje wil helpen, zo met die inzetten. Jij doet mee. Ja, ik knijp. Jij knijpt mee. Ik begin met het lied Het zal je kind maar wezen. Come on. Dat jullie lekkertjes bennen. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. En het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Wie voelt er iets voor een commune? Ja, wie niet? Verdwenen zijn de sekstaboes. Je doet maar wat je wenst, meid. Ik vind zo'n juffrouw in een doorkijkbloes een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Een beetle die aan de hashish gaat, is heus nog niet verloren. Hey, oh, het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. En dat we in bevolgen zijn, Piet. Dat zal maar zo even. Zo ken ik ook een kunstenaar met haren op zijn schouders. Hij is al 45 jaar, maar leeft nog van zijn ouders. Oh, het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah. Ik zie wel eens een foto in de lach, dan denk ik bij mijn eigen. Hoe durft een mens vandaag de dag nog nog kinderen te krijgen. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Dag Piet Reumer. Het zal je kind maar wezen. Dames en heren.